De eerste trein met passagiers is zaterdagochtend door de nieuwe spoortunnel in Delft gereden. Precies om 6 uur stopte de trein op het ondergrondse station, dat vanaf zaterdag open is voor publiek. Volgende maand wordt het oude viaduct gesloopt. Een busje is zaterdagochtend na een aanrijding met een ander busje in het water terechtgekomen. De botsing was op de kruising tussen de Donau in Den Haag en de N14. 2 mensen zijn naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer heeft het busje uit het water getakeld. De provincie Zuid-Holland trekt dit jaar geen geld uit voor campagnes om meer kiezers naar de stembus te lokken voor de provinciale statenverkiezingen. Politieke partijen voeren campagne, niet de provincie, zegt een woordvoerder. In 2007 gaf Zuid-Holland nog een 500.000 euro uit.